Het is dus een inhaalcollege voor het vak MOR. Omdat jullie werkelijk helemaal geen Excel open gehad hebben. Dus ik ga een paar dingen uitleggen. Ik ga als eerste uitleggen hoe je de solver te pakken kunt krijgen in Excel. De solver is dus een toepassing in Excel waarmee je dus operation research kunt doen. Dus optimalisaties van bepaalde functies. En die kun je vinden onder File, Options. Dan ga je naar de plugins erin. En dan zul je hier zien, als Excel een beetje meewerkt, dat je hier ergens een solver erin hebt. En mij is hier geactiveerd. Maar je kunt ook dus nieuwe Excel erin bij doen. Solver erin. Aanvinken. Oké. Okay. En dan krijg je in jouw Excel. Onder data volgens mij de zon. Ja, helder. Nou, laten we eventjes uitgaan van een heel eenvoudig probleem. En waar we de aanleiding hiervan was dat je Alcura als hotel hebt en je hebt een bezettingsgraad en je hebt een input-output en de input is de seizoensvariabelen en de variabelen die je nodig hebt bij het factor voor seizoen, factor voor de dag, etc. En die wil je optimaliseren zodat je zo dicht mogelijk bij de werkelijke bezettingsgraad komt. Dat was het idee. En je wil aan alle dingen tegelijkertijd sleutelen. Nou, dan kunnen we. Dat ga ik niet in één keer kunnen oplossen, maar ik kan wel eventjes een paar dingen uitleggen. Stel nou voor, we hebben een fabriek. We maken messen. We maken vorken. Ja? En een mes kost in tijd kost dat 5 minuten om te maken en een vork kost 4 minuten. En in kosten, dus in kos, kost een mes 0,1 en een vork 0,15. En ik heb. Een omzet is een mes €1 en een vork €2. Ja, gewoon even om het kan. Dan heb ik, de vraag is bij welke mix van producten, eigenlijk doe ik een lepel bij. Een lepel kost 3, 0,2 en 1,5. Om het een beetje complex te maken. Ja, laten we uitgaan van het idee dat we zo optimaal mogelijk willen produceren. Ik spreek vooral de PO-mensen in deze zaal even aan. Als we dat dus willen doen, dan hebben we een doelfunctie. Namelijk, het doel is de omzet, de winst, zo hoog mogelijk maken. Ja? De winst, als ik hier de mes voor de lepels heb. Zo. Dus aantal. Ja, dus hier maak ik het aantal, dus aantal. Als ik hier één mes, één vork, één lepel heb, is de winst. Is dus die keer de omzet min die keer de kost voor de mes. Plus. Vork is aantal vorken keer de omzet van een vork min aantal vorken keer de kosten van de vork. Iedereen kan het volgen met elkaar, hè? Dito, ik heb aantal lepels keer de omzet van een lepel min het aantal lepels min het aantal lepels. Keer de kost. Ja? Dus ik maak nu €4,05 winst. Als ik hier nu 0 van maak, 90 cent winst. Dat klopt wel, want ik heb één mes, een omzet van €1 en de kost van een, €10. Ja? Iedereen kan het volgen. Echter, ik kan niet zomaar oneindig veel producten maken.
Ik heb namelijk maar 40 uur per week. Ja? En het totaal aantal uur wat ik besteed is, dus uren besteed, is deze keer deze gedeeld door 60. 5 minuten gedeeld door 60 is het aantal uur. Ja? Dus als ik dit nou even doortrek zo, dan zul je zien 0, 1, 1, zie je, dan kun je gewoon, minst, ja. Dus het aantal uur besteed, de som daarvan, mag nooit meer zijn, oh, als je het hier doen. Een van de restricties is, ik kan produceren wat ik wil, maar ik mag nooit meer produceren dan uren per week. Ja? Mee eens toch? Daarnaast is het zo dat ik ook nog een minimum is, dus uren per week. Uren per week. En ik heb nog ergens een soort van minimum aantal producten dat ik wil maken. Ik wil minimum min mes, min vork, min lepel. Die pelen lepel. Ja? Dus ik zeg ik wil minimaal 4. 5, 3. Ja? Dus deze aantallen moeten minimaal 4, 5, 3 zijn. En ik vind het ook wel netjes. Als de verhouding. Hè, dat ik meer lepels maak, vind ik niet erg. Maar de verhouding mes en vork moet er wel ongeveer 1 op 2 zijn. Laten we dat als restrictie meegeven. Die goed? Ja? Wat zei je? Ja, dat ga ik zo uitleggen. Dus vorken is twee keer aardbessen. Dus belangrijk is dus, vork is twee keer aardbessen. Verhouding is vork. En dat is gelijk aan twee keer mes. Ja? Die moeten gelijk zijn aan elkaar. Nou, je kunt dus de solver gebruiken om zo'n systeem op te lossen. Wat heeft dit nou te maken met het hotel? Nou, we hebben knoppen waaraan we draaien. En we hebben een uitkomst die iets moet zijn. Namelijk de knoppen waaraan we draaien, in bij jullie geval hier, is de seizoensfactor, de dagfactor. En wat hier nog meer? De minimale maximale. Minimale maximale van de randomizer. Ja? En het doel is, dus je doelfunctie bij jullie, is dat je zo dicht mogelijk bij de werkelijke bezettingsgraad komt. Dat kun je formuleren als de bezettingsgraad is de andere bezettingsgraad, maar je kunt ook het minimum verschil tussen beide beperken. Ja? Dus ik ga zeggen. Ik neem allebei, de 50% gaat 81%. Ik heb mijn uitkomst en het verschil daartussen wil ik minimaliseren. Het doel is om zo weinig mogelijk verschil te maken. Nou, hoe werkt die solver? Het is eigenlijk is het niet zo moeilijk. Je gaat de data naar solver. De solver vraagt jouw ding. Wat is de objective die je hebt? Wat is het doel wat je hebt? Nou, in mijn geval is het dat ik de winst, ja, de winst die ik wil maken in mijn organisatie, ja, die wil ik maximaliseren. Die wil ik maximaliseren. Ja? Welke cellen mag ik daarvoor veranderen in mijn Excel-file? De variabelen. Het aantal messen, vorken en letters. Ja? Welke restricties hanteer ik ten aanzien van die variabelen? Dat mogen ze worden. Nou, daar heb ik wel een restrictie voor, want het aantal uren per week, deze, die ik besteed, dat moet kleiner gelijk zijn aan die 40 uur. Meens? Ja. Nou, hou die toevoegen. Verder moeten deze drie, moeten minimaal deze waarde hebben. Dus de variabelen moeten minimaal 4, 5 en 3 zijn. Hij doet dan automatisch gewoon boven. Dan moet je dus wel
Ja, dat weet ik. Jij weet dat messen daaronder min mes is. Dat gaat goed. Ja, dus dit is mes, vork, lepel. En ik heb mes, vork, lepel. Dus die drie onder elkaar, in drie blokken, die gelijk zijn met elkaar. Ja. En de laatste is die verhouding. Oh. Geen zin? Ja. Ik klik de prompt niet aan. Nog een keer. Verder de verhouding. Deze moet gelijk zijn aan deze. Had ik het gezegd? Ja. Dus ik heb een doelfunctie. Optimaliseer mijn winst. Ik heb daarbij dingen die ik mag veranderen. En ik heb daarbij restricties die ik hanteer in mijn organisatie. En als ik nou op solve druk, deze, gaat hij rekenen. En dan komt hij, als het goed is, een antwoord. Nou, de mist is zo groot, het past niet in het vak. Maar hard aan de lepels. Is ook wel waar. Waarom is het zo? Nou, omdat deze winst het grootst is. Zie je? De tijd het minst. De tijd het minst. Optimaliseren van de kamerbezetting of zo? Nee, je gaat niet de kamerbezetting optimaliseren. Ik wil niet. Bij die label per tijdseenheid maak je 40 cent winst. En bij die vork maak je 45 cent winst per tijdseenheid. Ja. Waarom blijft het dan nog steeds zo klein? Omdat die twee. Deze gelijk aan elkaar. Die verhouding moet gelijk zijn. Die 1 van 2. Per tijdseenheid heb ik mensen heel weinig. Ja. Ja. Oké, okay, dus dit is het spel wat je speelt. Nou, bij jullie is het dus niet zo dat je. De winst is trouwens. 1000 euro. Bij jullie is het dus niet zo dat je. Is bij jullie zo dat je hier, bij jullie staat, seizoensfactor. En dagfactor. En hier kun je heel veel. Nou, je kunt wel 50 variabelen onder elkaar. Nog niet, helemaal niet zo erg. Ikzelf vind het prima. En je restricties zijn de dagfactor, seizoensfactor, maximaal deze waarde, minimaal deze waarde. En je doelfunctie is dat je de winst zo dicht mogelijk bij een bepaald getal laat zijn. Nou, laat ik dat nog even zien. Stel je voor, de winst is nu 1035. Maar wil ik het liefst 872 euro winst maken. Nee, ietsje anders. Dus stel je voor dat mijn doel. Doel is dat ik 872 euro winst maak. Ja? Dan is het verschil. Is dus. Die. Min. Die. Ik heb de werkelijke winst. Deze. En ik heb een. Doelwinst deze. En ik maak dus nu 163 euro te veel winst. Ik kan weer naar de solver toe gaan. Oh, dan doe je minimaliseren. En wat ik nu wil gaan doen, is ik wil het verschil minimaliseren. Ik wil deze minimaliseren. Dus ik wil het verschil in resultaat tussen die en die minimaliseren. Probeer zo dicht mogelijk bij die 872 te komen. Niet zo makkelijk gelukt. Dat klopt ook wel. Hij doet zo laag maar. Maar het verschil mag natuurlijk niet negatief zijn. Je moet het verschil natuurlijk zo groot mogelijk maken. Het moet groter gelijk aan 0 zijn. Dat is gewoon een restrictie. Ja, anders maakt hij zo'n zo laag mogelijk verschil. Ja, nu moet hij. Nou, dat is fantastisch. Precies genoeg. Zie je? Je maakt wel heel andere aantallen. Dus laten we de aantallen die we hebben ook nog eventjes integer maken. Want dus deze moeten integer zijn. Integer betekent geheel getal. Dus dan krijgen we wel een hele rare fabriek. Ja. Dan is het rekenen. Ja, hij komt nog mooi. Nou, dat is toch goed gedaan. Zo, mooi ding.
Ja? Dus dan kan je voor het aantal uren per week aanpassen en dan verandert het. Ja. Ja, ja, niet, niet helemaal, dat je ieder geval draaien. Maar wat omgepraat in de... Ja. Nou, als je... Maar, zoek de camera even uit.